ruwe houten rol op een draaibank. Het wordt een glad afgeslepen muziekcilinder voor een kaaiorgel, wat letterlijk vertaald orgelkist betekent. Wat de mechaniek betreft kunnen we dit draaiorgeltje in wording vergelijken met een speeldoos. De arrangeur heeft muziek geschreven die aangepast is aan de mindere hoeveelheid octaven van het kaaiorgel. Met de puntige onderkant van deze houten hamertjes ponst de arrangeur, de areglista, gaatjes in de gladde cilinder. Op de plaats van die gaatjes komen ijzeren pennetjes. Door het ronddraaien van de cilinder zullen deze pennetjes de hamertjes in beweging brengen. En de hamertjes slaan dan tegen verticaal gespannen snaren. De melodie is geboren. Op het einde van de vorige eeuw is dit instrument op de Antillen ingevoerd. Het is echter een volkomen Antilliaans muziekinstrument geworden.